Het is waarschijnlijk een paniekaanval geweest. Door die claustrofobie is hij gaan hyperventileren. Ik heb Loes trouwens niet gezien in het ziekenhuis. Die was hier. Die heb ik zo lang mogelijk aan de praat proberen te houden. Ook om weer een beetje met haar aan te pappen. En? Ze heeft beloofd om iemand voor me in te werken. Dus dat betekent dat ze hier nog wel even blijft. Maar of ze het meent... Schatje, ik ga jou in je rolstoel helpen. Wij gaan weg. Samen. Jij en ik, wij gaan helemaal nieuw beginnen. Wat heb je me gegeven? Nou, je hebt niks ernstigs, hoor. Het lijkt zo. Maar morgen voel je je helemaal prima. Waar gaan we naartoe? Heel ver weg. Ik ga je helpen, schatje. Ik sta er. Hey, gangsta. Samen gaan we die shit mailen, toch? Ja. Ik heb nagedacht. De bruiloft komt eraan en daarna staat mijn terugreis gepland. Dus we moeten het hebben over hoe nu verder, bedoel je? Ja, dat lijkt me verstandig, ja.